Het is alweer vrijdag en dus weer een nieuwe Silhouette Vrijdag video. Deze week wil ik aan de slag gaan met printen en snijden. Het leuke is dat Silhouette een functie heeft waarbij je iets wat je uitprint precies uitgesneden kan krijgen. En dat is een functie waar je heel veel mee kan. Want dat kan met papier, maar dat kan ook op andere materialen. Er is ook printbaar heat transfer voor op shirts. Er is printbaar magneetfolie. Er is zelfs tattoo papier. Dus dan maak je van die kauwgom tatoeages waar je een natte doek op legt. En dan blijft dat een paar dagen zitten. Dus ja, met print en snijden kun je echt van alles doen. Maar vandaag wil ik er een kaart mee gaan maken. Ik heb al een leuk bestand opgezocht. Dat is deze vogel. Dat is al een wat ouder bestand. Het is van House of Tree. Dat was een samenwerking tussen een aantal bekende ontwerpers uit de scrapbookbranche. En deze is ontworpen door Ronna Ferrer. Inmiddels werken die drie mensen trouwens niet meer samen. Ronna doet nu heel veel voor My Mind's Eye bijvoorbeeld. Komt binnenkort in het najaar weer een nieuwe serie ook van haar uit. En ik hou heel erg van de stijl die zij heeft. Het is een beetje vintage, maar wel met wat vrolijker kleurtjes. En ja, daar hou ik wel van. Zeker nu het eindelijk zomer is. Dus we gaan er iets vrolijks van maken. Nou, wat je ziet in dit bestand, een print- en snijbestand herken je omdat hij helemaal gekleurd is. Als je een print- en snijbestand zoekt in de online shop, dan staat er vaak een P'tje bij. Dus ik zal heel even kijken of ik er wel snel een kan vinden. Ja, hier bijvoorbeeld. Je ziet dat daar een P bij staat. En een bestand met een P erbij, dat is een print- en snijbestand. Dus op die manier kun je ze herkennen. Het gratis bestand van deze week, die je net even voorbij zag komen, dat is ook een print- en snijbestand. Je ziet dat P'tje er weer bij staan. Nou, ook die ga ik denk ik vandaag gebruiken. Dus laat ik die in mijn wagentje stoppen. En downloaden. Dat is het mooie van het gratis bestand, hè? Je hoeft niks te betalen. Elke week geeft Silhouette een ander gratis bestand weg in hun shop. Je moet daarvoor een account hebben, want je moet ingelogd zijn om die te downloaden. En ze zetten die er elke avond op dinsdagavond op. En het leuke is dat ze op hun blog ook vaak een voorbeeld maken. Daar kun je weer leuke voorbeelden uithalen. Nou, ik ga dus in ieder geval deze vogel gebruiken. En wat je ziet is, je ziet dat het plaatje gekleurd is en dat er een rode lijn omheen staat. En dat is de snijlijn. En in dit bestand is het zo dat er een klein wit randje omheen zit. En dat is zo omdat het op sommige plekken zo dun wordt, dat zou je dat gaan laten snijden, dan krijg je dat natuurlijk nooit mooi van de mat af. Want hier zo dat steeltje bij die bloemetjes, zou daar strak omheen gesneden worden, daar wordt het niet mooier van. In dit geval is het ook weer leuk omdat hier binnen ook wat wit zit en dan krijg je dat toch een beetje terug. Als ik naar dat gratis bestand ga dat ik net gedownload heb. Oh, dan zal ik even iets uitzoomen. Dan zie je dat de snijlijn bij deze, of misschien toch weer even iets inzoomen, juist iets in de cirkel staat. Daardoor heb je geen wit randje als je dit uit gaat snijden. Nou, ik ga natuurlijk niet alle letters gebruiken. Dus wat ik even ga doen. Ik ga hem even ietsjes opzij. Oh, ik heb ze nu allebei. Zo. Ik zet die er even onderweg. Die zet ik er straks weer bij terug op het papier. Maar dan kan ik het nu wat beter zien. Ik wil als tekst op het kaartje bedankt zetten. Dus ga ik alleen die letters ertussen uithalen. Om dat te doen, het is nu één bestand, zal ik ze eerst moeten degroeperen. Dat kan ik doen met de rechtermuisknop. En hier onderaan zit een knopje, maar die valt net buiten beeld. Maar het is het tweede knopje van links. Het zijn twee vierkantjes met rode hoekjes. En nu kan ik elke letter apart verplaatsen. Nou, wat ik dus nodig heb is de B, de E.
Zo. En deze kunnen allemaal weg. Oh, het onderste rijtje ook. Oké. Nou, ze staan nu niet helemaal recht, maar dat geeft niet, want ik plak ze straks toch allemaal apart op. Zou je dit wel helemaal recht willen, dan kun je dat hier doen bij het uitlijningsvenster. Even kijken. En als ik zeg horizontaal verdelen, dan is ook de afstand overal even groot tussen. Nou, dit is nu samen zo'n 27 centimeter breed. Dat is natuurlijk groter dan dat mijn kaart is, dus ik ga ze wat kleiner maken. Dat het past. Even kijken. Nou, ik denk dat zoiets wel mooi is. Even kijken in verhouding. Ik wil dat het erbij komt te staan. Ietsje groter ga ik het maken. Zo. Oké. Okay. Nou, voordat ik het nu kan gaan printen, zal ik eerst de registratietekens erbij op moeten zetten. De silhouet heeft registratietekens nodig om de vormen goed uit te kunnen snijden. Die registratietekens vind je hierboven. Het is het knopje met die hoekjes. Hier kan ik die registratietekens aanzetten. Nu staat mijn papier nu nog op 30,5 bij 30,5. Dat zal ik even aan moeten passen, want ik ga printen op A4. En dan zie je dat die hoekjes ook mee bewegen. Deze moest ik iets verplaatsen. Je moet namelijk zorgen dat je afbeeldingen niet in die afrastering staan. De machine heeft die ruimte namelijk nodig om die hoekjes goed te kunnen vinden. Dus daarom moest ik ze iets verplaatsen. Ik zou natuurlijk mijn hele vel verder vol kunnen zetten met andere plaatjes. Zodat het niet zo zonde is. Dat zou ik normaal gesproken doen. Nu voor de video doe ik dat niet, want dan kijken jullie allemaal naar dingen die je misschien niet interesseert. Maar als ik het voor mezelf ergens mee bezig ga, dan doe ik dat vaak wel. Je kunt er ook voor kiezen trouwens om op een ander formaat te werken. Je kunt ook zeggen ik print op A5, waardoor er minder ruimte omheen blijft. Moet dit natuurlijk eventjes op een andere manier neerzetten dat het wel past. Ik vind het altijd toch wel makkelijk om op A4 te printen. Als je namelijk op A5 gaat printen, zul je dus ook je printerinstellingen aan moeten passen. Als je daar even aan denkt. Goed, A4. En nu het bestand klaar staat met de hoekjes erop en de afbeelding erop, klik ik hierboven op het knopje van de silhouet. En dan kan ik mijn afbeelding gaan printen. Als het velletje dan is uitgeprint, dan kan je die op de snijmat plakken. En dan moet je er even opletten dat je die op de snijmat plakt, zoals je dat ook hier in beeld ziet. Dus dat de hoekjes op dezelfde plek zitten ten opzichte van de pijl. En dat het helemaal klopt met hoe je het hier ziet. Waar je ook op moet letten is dat op de stip op de display van de Cameo staat bij upload cutting mat. Of bij de Silhouet SD op Load with Carrier. En dat je bij de portret inlaat met het knopje met het raster erop. Zou je hem namelijk inladen alsof je zonder mat snijdt, dan kan hij straks de hoekjes niet vinden. En dan kan de mat in de machine. Als de mat in de machine zit, kun je de registratietekens zoeken. En daarvoor klik je op zoek registratietekens. En dan gaat de machine dus met het laseroogje, dat zit in dat zwarte kastje, op zoek naar de tekens. Als de registratietekens gevonden zijn, kun je vervolgens de instellingen voor het papier aanpassen.
Dan zet ik hem ietsjes langzamer, omdat hier heel veel hoekjes in zitten. En dan kan je snijden.